In Bibliotheek Mariënburg is een expositie te zien van fotograaf Kelly van Rossum. Kelly liep jaren rond met hartklachten voordat ze een diagnose kreeg. Ondanks haar klachten voelde ze zich onbegrepen en niet serieus genomen door artsen. Artsen streepten een lijstje af met symptomen die passen bij het mannelijke hart, terwijl dat er grote verschillen zitten tussen het mannen- en vrouwenhart. Wat je hier ziet is mijn expositie angina pectoris pins metal. Toen ik 16 was, kreeg ik die diagnose hartritmestoornissen, twee verschillende. Daar ben ik ook twee keer voor geopereerd. En na die operaties waren de hartritmestoornissen wel weg, maar ik bleef nog steeds klachten ervaren. Kelly werd van het kastje naar de muur gestuurd en een diagnose liet lang op zich wachten. Om haar frustratie te uiten is ze dit project gestart. Gewoon heel emotioneel. Het is gewoon heel vervelend om niet begrepen te worden. En je krijgt natuurlijk uiteindelijk ook het gevoel, zit het dan niet echt tussen mijn oren? Ben ik niet gewoon echt gek? Ja, dat zijn wel gedachten die op een gegeven moment naar boven kwamen. Mijn werk bestaat uit verschillende soorten beelden. Wat meer kunstzinnige beelden en wat meer directe beelden. En de wat kunstzinnigere beelden die gaan wat meer over die emotie. En wat voor mij dus belangrijk was, was dat ook dus die frustratie naar voren kwam. Het eerste beeld wat je in de serie ziet is een zelfportret waarin beweging te zien is. En dat was voor mij heel belangrijk om dus die frustratie te tonen. Kelly haalt inspiratie uit haar eigen leven en haar omgeving. Om haar verhaal te vertellen fotografeert ze allerlei objecten. Ik ben te werk gegaan in principe eerst door gewoon maar een beetje te gaan fotograferen. Ik wilde proberen mijn gevoel erin te leggen. En ik fotografeer eigenlijk altijd mijn omgeving. Alles wat ik kan gebruiken om een verhaal te vertellen, dat fotografeer ik. Dus dat ben ik gaan doen. Van tevoren denk ik, nou, oké, hoe kan ik iets uitbeelden? Bijvoorbeeld ongelijkheid. Mijn eerste gedachte was, oké, bloemen kunnen ongelijk groeien. Daar moet ik naar op zoek. Uiteindelijk werd het onkruid. Je ziet het beeld ook hierachter. Dat is dat rode beeld. Dat is dus onkruid waarbij het ongelijk gegroeid is. Ik heb het werk ook al eerder tentoongesteld gehad in Amsterdam en Rotterdam. En ik krijg veel berichten of commentaar van mensen die dus hetzelfde hebben ervaren. Niet precies dezelfde ziekte, maar wel dat ze ook niet begrepen zijn. En het is heel prettig om daarover te kunnen praten met z'n allen. Dat je gehoord voelt eigenlijk door elkaar.